Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Jaren geleden volgde ik eens een jonge renner. Zijn naam was Johnny Hogeland en de kenners zeiden dat het wel eens iets kon worden met dat kereltje uit Ierseke. Maar dat zeiden ze van iedereen. Op een dag, voor een koers, drentelden twee mooie meisjes om hem heen. Hun lange, blonde haren wapperden tegen zijn stuur. Ze fluisterden en giechelden en toen Johnny ze aansprak met een kwinkslag, renden ze met een rood hoofd weg. Een Zeeuwse wielrenner met groepies. Dat voorspelde pas iets moois voor de toekomst. Johnny heeft de X-factor. Junior wilde ik echt beroepstrainer worden. Alleen ja, beroepstrainer worden is niet alleen hard fietsen. Je moet er in je kop ook klaar voor zijn. En je moet gewoon echt alleen maar fietsen. En je kunt het niet 90% doen, je moet het 110% doen. En het moment dat ik dat kon, ja, dat was gewoon een knop. Gewoon, ik zei tegen mezelf van, ik wil alles om beroepstrainer te worden. En ja, dat is ook gelukt. Nou, nu mijn fietskleren aan en erop. Goed idee. Kijk, kom. Johnny is een jongen die fietst van kinds af aan. Die fiets van hem, als junior zijnde, ja, die fiets van hem die stond naast zijn bed. Het is niet echt een broodrenner. Hij fietst gewoon hij graag, hij traint als een gek. En ja, hij loopt zich wel eens een keertje voorbij. Maar dat hij kan fietsen, ja, dat staat als een paal boven water. Hij stond er niet zomaar ineens. Hij was bij de amateurs het jaar daarvoor ook wel heel goed. En toen is hij bij Vacan Soleil gekomen. En daar heeft hij zijn eigenlijke doorbraak gemaakt, al vrij snel. En toen heeft hij natuurlijk die geweldige Vuelta gereden. En dat was ook niet eenmalig. Die weg naar de top is nooit een rechte stippenlijn. Dat is altijd een weg met valkuilen, putten waar je in terechtkomt. En dan denk je, nu heb ik het gemaakt. En dan komt juist weer die put. En af en toe doet het pijn. En ze zitten 3-4 op de rollen. Nou, dat zou ik nooit kunnen. Ja, nou ja, ik luister meestal muziek en ik zet mijn koptelefoon op. En dan is een uur zo te doen. En als je dan 2 keer een uur rijdt of 2 keer 1,5 uur, dan haat dat. Want eigenlijk vind ik de rollen verschrikkelijk saai. Een uur, 2 uur haat, maar in de winter, ja. Als ik in Nederland ben en het weer is heel slecht. Als het droog is en het is koud, dan vind ik het niet erg. Dan kan ik heus wel trainen. Als nieuws pak ik de mountainbike of zoiets, maar als het natuurlijk 2 graden is en de weg is hartstikke nat, dan kun je een uur op de weg trainen en dan ben je half bevroren. En dan kan het best dat ik 2 keer een uur of 2 keer 1,5 uur of 3 keer een uur op de rollen ga op een dag. Het seizoen begint in februari, het seizoen is klaar in oktober en eigenlijk in de zomer heb ik af en toe dat ik wat minder doe, omdat dan even, je moet gewoon even af en toe een rustperiode inbouwen, maar het najaar is gewoon, ik hou van najaar, die koersen in Italië en België enzovoort, ik hou daar echt van die koersen en ja, ik train eigenlijk altijd tot het eind van het jaar gewoon heel goed. Ik ben wel eens bij mijn vriendin en dan
is het bijvoorbeeld een dag of 's ochtends en 's middags slecht weer. En dan wordt het aan het eind van de middag beter. En dan zit ik de hele dag maar op te vreten omdat ik gewoon wil fietsen. En dan zegt ze ook van, als jij een dag wil fietsen en je kan niet fietsen, dan ben je niet te genieten. Dus ja, ik denk dat het wel een verslaving is. Het is ook een soort een uitlaatklep zou je kunnen zeggen, maar het is niet echt een uitlaatklep voor iets dat ik iets kwijt moet waardoor ik veel train. Maar ja, ik vind het gewoon fijn om op de fiets te stappen. Laat ik het zo zeggen, Johnny is een Isen, zoals we in Zeeland zeggen. He, dat is iemand met een behoorlijk grote mond, maar met een klein hartje. Hij is iemand die aanspreekt. Het is zoals Michael Bogert aansprak eigenlijk. Altijd bezig, in die koers, altijd om zich heen kijken, shirt open, staand op de pedalen. Goed lachse, vrolijke jongen. In het verleden zelfs vrouwversierder geweest, denk ik zo. Lekker overal aan het hoeren en aan het snoeren, zoals het een beetje hoort. Maar dat is allemaal buitenkant. Daarbinnen zit een ontzettend gedreven, zoekende topsport. Ik ben hier geboren en getogen. En ik weet niet, de meeste mensen zeggen altijd van Zeeland en Uithoek, maar ik fiets het allerliefst in Zeeland. Dat meen ik echt. Als ik terugkom uit een etappekoers, het eerste wat ik doe is lekker over Walcheren rijden. En als ik dan daar fiets, dan ja, voor mij heeft dat een thuisgevoel, een vrijheidsgevoel als ik langs de kust fiets. En ik zou niet anders weten. Ik vind Zeeland gewoon fantastisch om te fietsen, als ik eerlijk ben. Rotonde rechtdoor, hè. Zullen we even langs de mosterboten nog rijden en dan zo terug? Oh, dat is goed. Ja. Dat kan wel, we moeten een stukje binnendoor, maar dat maakt niet uit. Vorig jaar was je doorbraak als renner. Hoe heb je dat zelf beleefd? Ja, heel apart. Ik ging naar de Ronde van Spanje en ik wist dat ik goed was. Want ik reed eigenlijk heel het seizoen al vrij goed. In de Ronde van Spanje deed ik ineens mee. En ik reed bergop als een of andere, als een raket af en toe. En daarna reed ik in Lombardije supergoed en de 2K. Toen dacht ik van ja, dit soort koersen moeten echt mijn hoogtepunten worden. Zou je het heel erg vinden om alsjeblieft even 5 of 10 minuutjes te stoppen? Want ze willen even wat filmen. En anders is steeds dat geluid. Vind je dat erg? Oké, dankjewel. He. Was het echt een ontdekking ook voor jou dat je in de Ronde van Spanje ineens in de kijkerij en dacht van ja, ik kan echt nog een hele goede renner gaan worden? Ja, ik was wel wat afgevallen en ik had er wel heel veel voor gedaan. En normaal zat ik zo rond de 8,69 top en toen was ik 4,65. En dat heeft ook zeker verschil gemaakt. Maar ja, en zeker omdat klimmers redelijk schaars zijn in Nederland, was dat voor veel mensen mooi. En ik word er nog steeds op aangesproken van mooi dat toen ze gingen. Jammer dat jullie dit jaar die wedstrijden hebben moeten laten liggen en dat jullie niet uitgenodigd waren. Dus ja, wat dat betreft, voor mij en voor iedereen was het een grote verrassing, denk ik. En die progressie heeft hij dit jaar niet doorgezet, om wat voor reden dan ook. Daar wordt heel veel over gespeculeerd. Er wordt gezegd dat hij in de winter veel te veel kilometers heeft gemaakt, dat hij zich overtraind heeft. Johnny is door blijven fietsen, heb ik begrepen. Die is ook in de winter, heeft hij ongeveer net zoveel gekoerst als in de zomermaanden en de rest van het seizoen. In de zin van dat hij naar Spanje is gegaan, zich daar als een monnik heeft voorbereid op het nieuwe seizoen. En dan met 8000 kilometer in de benen terugkomen. Pff, wat een werk. Je kunt niet het hele jaar op de fiets zitten, zeker niet in een peloton waar alles is geperiodiseerd tegenwoordig. Waar iedereen piekt en rust neemt en weer piekt. Maar ik kan me voorstellen dat hij zich heel ongeduldig voelt nu. En ik word ook wel ongeduldig, want ik wil dat hij wint natuurlijk. Ik ben ook een beetje fan, maar hij maakt zichzelf moeilijk. Die komt wel terug. Dat is de hoop van Zeeland, zeg maar. Hé, bedankt hè. Ik zal me
mensen zeggen, ja, je had veel meer moeten uitkiezen in wedstrijden. Maar ja, dit jaar was dat niet te doen, omdat wij als ploeg nooit 100% zeker wisten waar we reden. Dus de wedstrijden die je daar rijdt, moet je goed rijden. En dan kun je moeilijk zeggen van, dan wil ik goed zijn en daar werk ik naartoe. Als het allemaal meestal en we zijn volgend jaar pro toe, dan kun je dat wel. Ik denk Jan Raas en dan Jo de Roo. En dan Kees Priem en Kees Balja. En dan denk ik dat ik daar nog steeds heel ver achter zit. En ik hoop ooit dat ik er in de buurt kom. Als ik daar in de buurt kom, dan ben ik al een hele goede beroepsrenner geweest. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Shirin ook. Ze is in bloedvorm, zegt ze dus. Toch? Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee!